Welkom dames en heren hier op mijn YouTube kanaal. Mijn naam is Gaming Cobra en vandaag gaan we Minecraft Survival weer spelen. Ik sta hier in de mijn, omdat ik weather weer wil doen. Ik wil eventjes wat steen verzamelen, zodat we weather, zodat ik een nieuw gebouw kan gaan maken. Even kijken als alles goed loopt verder rest. Ja, oké, mooi. Dan gaan we hier ook lekker minen. Huppakee. Kijk, kool. Dat is ook altijd fijn om te hebben. Zo. Ik zit hier wel heel erg veel kool. Niet dat ik dat erg vind, maar het zit er. Zo. Maar ja, we willen natuurlijk extra veel steen, omdat we natuurlijk een gebouw willen gaan maken uiteindelijk weer. Ik zat te denken aan een extra gebouw er gewoon bij. Zo. Gewoon ergens iets verder weg natuurlijk. Wil ik een extra gebouwtje erbij maken. Ik weet alleen nog niet wat voor gebouwtje. Maar gewoon een extra gebouw. Misschien wordt het wel gewoon een gebouw omdat het dan het er is, zeg maar. Maar misschien gaan we er ook iets nuttigs van maken. Zo. Dan hier wat spulletjes. Zo. Huppakee. Af en toe gaat mijn spel even op pauze, omdat ik even aan het kijken ben als alles echt goed loopt, als de instellingen goed zijn en zo. Want laatst heb ik een opname gedaan en dat ging niet zo helemaal goed. Want ik heb nieuwe server heb ik gedaan, weet je wel. Op mijn computer heb ik een nieuw ding processor. Heet dat niet server, processor. Alleen, ja. Dat loopt nog niet altijd even goed namelijk. Dus daar moet ik even naar kijken. Anders wordt het een hele slechte opname namelijk. En dat is natuurlijk niet de bedoeling. Oké. Huppakee, hier een lampie, daar een lampie, daar nog maar een lampie. Zo. Even kijken. Ja, we hebben al wel wat lekkere steen bij ons. Dus dat gaat lekker zo. Deze nemen we ook wel mee, voor het geval dat we dat een keertje nodig hebben. Zo. Nog even wat tortjes plaatsen. Huppakee. Zo. Huppakeetje. En zoals jullie gisteren natuurlijk gezien hebben, is het natuurlijk enorm gaan sneeuwen. Het was zelfs code rood. Laat me even weten trouwens in de reacties als jullie naar school moesten in code rood. Want ik begreep dat er sommige scholen wel nog steeds naar school moesten. Maar dat er ook heel veel scholen vrij hebben gekregen. Zo.
Want ja, code rood, dat is natuurlijk dat je eigenlijk het liefst binnen moet blijven. Dus veel mensen raden het ook echt af om naar buiten te gaan. Maar ja, er zijn scholen die gewoon zeggen van, ja, jullie moeten naar school, dus jullie moeten gewoon komen. Ik hoor monsters. Daar ben ik niet blij mee. Vooral omdat ik niet weet waar ze vandaan komen. Nou, het zal wel. We gaan lekker weer naar boven. Onderweg plaatsen we nog even hier en daar wat tortjes. Er zijn er wel heel veel die ik plaats, maar dat maakt niet uit. Levert te veel tot te weinig, zeg ik altijd. Huppakee. Zo. Hier lagen ook nog spullen van mij in, als het goed is. Ja, daar liggen ook wel wat spullen in, inderdaad. Kijk, maar ik moet deze gewoon steen hebben. Maar dan kan ik van deze maken, volgens mij, toch? Ja, ik heb toen namelijk niet die pickaxe die ik nu wel weer heb. Dus toen moest ik nog eventjes alles gewoon doen. Dus als het goed is, als ik dat in de oven doe, wordt dat ook gewoon normaal steen. En met een gewone steen kunnen we natuurlijk weer dit maken, zoals hier. En zoiets wil ik er wel weer van maken. Oh. Die niet. Alleen die als het goed is. Als het goed is, wordt dat gewoon steen. Nou, we hebben ondertussen wel gewoon steen, dus. Hoppakee. Hoppakee. Nog een steen. Oké, hier klopt iets niet. Zo. Even die bij elkaar pleuren. Zo. Kijk, houden we er drie over. Maakt niet zoveel uit. We hebben nu een klein beetje. Even kijken als we nog hout hebben. Want dan kunnen we eventjes een kistje maken extra. Ik dacht, misschien hebben we nog kisten. Misschien beneden. Even beneden kijken voor kistjes. Even kijken waar ik die heb gelaten. Nee, zit ook geen kistjes in. Ook geen hout meer. Dat gaat lekker zo. Nou, dat hebben we dus allemaal niet. Even kijken. Dat hebben we allemaal wel. Nou, hier hebben we natuurlijk eigenlijk een kist voor al die steen. Dus we doen het gewoon lekker daarin. Hoppakee. En dan gaan we weer even verder mijnen. Want we zijn er nog niet. Natuurlijk. We hebben nog best wel flink wat nodig. Zo. Hoppakee. Nou, die heb ik ook wel een keertje nodig, denk ik. Hier zit ook gewoon nog een steen in. Hier zit ook steen, 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 steen. Op zich komen we hiermee volgens mij wel voldoende dichtbij. Zo. Nu heb ik natuurlijk niet genoeg.
Zo. En dan maar zo. Kijk. Huppakee. Nu hebben we wel al flink steen hebben nu. Hier zit trouwens nog wel hout in. Ik wil namelijk ook nog wat gaan doen met hout. Hier hebben we ook nog allemaal steen. Die zijn ondertussen ook klaar, denk ik. Ja. Oké. Hup. 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 We hadden hier ook nog steen. Dat wist ik dan weer net niet. Huppakee. Maar ik toch niet goed gekeken. Ik dacht namelijk dat ik geen steen meer had. Maar die had ik blijkbaar er nog wel. Zo, dan gaan we weer even naar boven zo. En dan gooien we die en die er ook even lekker in. Zo. Daar zit zo'n zo niks in. Dat is wol. Keisteen. Die keisteen hebben we natuurlijk heel veel nodig. Of gewone steen natuurlijk eigenlijk. Maar ja, van die gewone steen. Van die keisteen maken we gewone steen. Dus ja, dat is wel fijn. Dat het allemaal lekker snel gaat met verzamelen. Even kijken. Ja, hier komt nu gewoon steen. In te liggen. Zo. Nou, laat die maar even doorgaan. Dan gaan we deze even wegbrengen wat ik nu heb. En ik denk eigenlijk dan wel dat we best wel flink genoeg hebben. Oh. Ik ga helemaal de verkeerde kant op. We moeten deze kant op. Zo. En dan hier. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10. Nou, dan hebben we 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13, 14, 15 stacks. En 5 stuks. Nou, dat zal wel even genoeg zijn, denk ik, zomaar. Kijk, want hier hebben we er ook nog 2. Hier hebben we ook nog die trappetjes. Hier hebben we ook nog keisteen. Dan gooien we dit even hierin. En die ook. Ja. Zetten we die trappetjes hier alweer in. Huppakee. En dan gaan we nu even die keisteen ook omsmelten. Naar gewone steen. Huppakee, deze kant op. Wacht, we gooien het nu even in die. Dan gaat het allemaal sneller namelijk. Die keisteen, huppakee. Heb ik nog ergens anders keisteen liggen? Zal wel niet. Ik denk het haast niet namelijk. Maar ja, we kunnen altijd kijken natuurlijk. Hier niet in ieder geval. Nee. Hier wel allemaal hout. Hout, 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 hout. Dat is ook fijn om te hebben natuurlijk. Want ik wil er ook iets van hout in verwerken. In dat gebouw.
Anders wordt het natuurlijk zo eentonig. Want als je deze kijkt, is het ook bijna aan de buitenkant, is het bijna eentonig. Natuurlijk heb ik hier en daar wel wat aangepast, waardoor het natuurlijk wel wat mooier is, maar op zich is het wel een eentonig geval. Zoals jullie zien heb ik hier al wat sneeuw gemaakt. Ik wou eigenlijk mijn hele wereld onder de sneeuw zetten. Maar dat ging op een of andere manier niet. Het wou namelijk niet helemaal werken. Dus ik moest echt per stuk moest ik het gaan doen. Dus dan moest ik zeg maar hier staan en dan moest ik slash sneeuw doen. Kijk. Dat moest ik dus de hele tijd doen. Dus ik heb hier en daar wat sneeuw liggen. Helaas niet helemaal, wat ik wel wou. Hier nog eventjes. Maar het is natuurlijk sneeuwig buiten. En het is natuurlijk bijna kerst. Dus ja, ik wou eigenlijk gewoon mijn wereldje in het sneeuw zetten. Dat is natuurlijk wel zo leuk. Voor de kerst. Maar helaas. Wat doe jij nou weer hier? Het mocht helaas niet. Dus ja, dan moeten we het gewoon lekker zo laten. Gewoon een paar stukjes. Even kijken hoe het met onze vogeltjes gaat. Ik moet alweer bijna eten, jongen. Zo, dat gaat wel snel in Minecraft. Als je aan het rennen bent. Hoppakee. Gaan we hier even kijken zo. We maken ook leuke geluidjes. Lijkt net alsof er creepers en al die shit daar staat. Maar eigenlijk zijn het alleen de papegaaien. Hoppakeetje. En het begint weer nacht te worden. Weer een kip. Waar komen die kippen vandaan, joh? Ik blijf maar kippen vinden. Kijk, ik hoop dat er hier beneden nu niks meer spant. Want hier spande dus verleden keer wat. Waardoor ik op een gegeven moment oog in oog stond met creepers en al die dingen. En dat was natuurlijk niet helemaal de bedoeling. Nou, we gaan even slapen. Zo. Even springen, dat gaat sneller op wol. Op tapijt. Op tapijtjes gaat dat allemaal veel sneller, dat springen. Hier heb ik natuurlijk die hond, die eigenwijs was, die zat, maar die volgde me alsnog. Ik weet nou nog steeds niet waarom en hoe dat kan. Ja. Zo, kijk de koetjes, de varkentjes. Oh. Ja, verlangt ze allemaal. Kijk eens, ik ze allemaal nu heb gehad. Denk nu wel. Ja, nu heb ik ze allemaal gehad. Mooi. Zo. Zo, hebben we weer het vlees.
dat hebben we helaas ook nodig. Huppakee. Even kijken, dan gaan we eventjes deze hendel weer een paar keer overhalen. Zo. Kijk, wat hier liggen natuurlijk spullen in. Daar. En daar. Drukken. Doei, Achman. Je hoort de monsters gewoon doodgaan. Boven me. Zo, kijk eens aan. Weer een zootje vlees en rotte flesh. Dat vind ik dan wel weer wat minder. Jee, en we gaan weer terug. Zo. Hoppakeetje. Op. En we zijn weer terug. Dan heb ik hier het rotte vlees. Hebben we daar het gewone vlees. En dan hebben we hier het leer en andere gedoe. Kijk, draad hebben we zat. Kool, boog. We hebben van alles en nog wat, joh. Dat is echt een goed systeem. Een perfect systeem. Zo. Paardjes. Kom op, jongen. Kom op. Dank je. Dat kleintje. Jij kan nog niet. Oké. Okay. Maar, nou ben ik dus benieuwd. Wat deze beesten eten. Dat. Moeten ze natuurlijk wel eens stemmen. Nou, kom op. Vriendelijke snater. Dank je. En jij? Oh, jij bent al van mij. In dat geval ga ik eventjes hierheen. Pakken we even die. Ja, de wortels eigenlijk niet. Gaan we naar de crafting table. Dat is hier. Zo, maken we even twee stacks. Kijken we even hoeveel we daarvan kunnen maken. Vijftien stuks. Dat is eigenlijk best wel weinig. Zo. Zo. Die hebben ook weer kindje gemaakt.
Alleen wat eten deze beesten? Dat weet ik namelijk nog steeds niet. Daar wil ik eigenlijk best wel even achterhalen. Wat nou een lama eet in Minecraft. Lama Minecraft. Oké. We gaan eens even kijken. Oké, hooibanen. Voor die beesten moet ik hooibanen gebruiken, staat er. Dus dan gaan we even testen. Even testen, want we hebben hooibanen toevallig. En niet zo'n beetje ook. Hup, hup. Hooibaantjes, 2 stuks. Gaan we eens even kijken, hooibanen. We hebben nu 2 hooibanen. Kijk eens aan, het werkt. Hey. Ja, Glayla. Woe. Dat is echt leuk. We gaan nog even door. We hebben er nog een paar. Zo. Dan hebben we er weer 6. Dan gaan we even bij de lama's naar binnen. Hebben het ook al geweest. Oké, dan zijn jullie allemaal geweest. Dag. Ik ga er even door. Doei doei. Daar de hooibanen. Daar de gouden appels. En de rest. Appels. Ik zeg gouden appels. Het zijn gouden wortels natuurlijk. Even kijken, die dicht. Dan gaan we weer even eten. Hoppakeetje. Je moet echt heel veel eten in Minecraft als je, hoe heet het? Als je veel rent. Even kijken, wat gaan we nu even doen? Leuk man. Die sneeuw. Wee. Zo. Even kijken. Ja, we gaan even de koeien doen. Even hier naar beneden. Even naar ons eigen koeien slachthuis. Zo. Hebben we natuurlijk weer even wat eieren nodig. Zo, doe er maar 10. Hey koetje, kom hier. Terug naar binnen. Goed zo. Anders gaan jullie ook in de paddenkoek. Zo, dicht. Dan pakken we ze en dan spannen we ze. Het zijn er niet zo heel veel. Zo, hendeltje. Zo, jullie gaan er ook maar aan. Zo, dat is ook weer gebeurd.
Wij komen in ieder geval niet om van het eten. In onze Minecraft. Want we hebben eten zat. Even kijken. Zo, dan wil ik dus in de volgende aflevering wil ik dus dat gebouw gaan maken. Waar ik dus de steen net voor heb verzameld. Alleen ik weet nog niet precies wat. Als jullie een idee hebben wat ik moet gaan bouwen, laat het me even weten. Dan gaan we dat doen. Dan gaan we dat even mooi maken en even bouwen. En ja, dan maken we de wereldje even gezamenlijk mooier. Oh. Zo. Nou, dan gaan we nog één keer slapen. Kijk, de kaart even. Kijk, ik wil dus hier ergens, even kijken, waar was het nou? Kijk, ik wil dus hier, of hier, wil ik dus een, hoe heet het weer, een bouwwerk maken. Zoals jullie hier zien, hier is de, ja, de vuurtorenachtig ding. Hier is de mob farm, hier is het begin van de achtbaan. Hier is ons sugarcane. Hier ligt lava. Hier is natuurlijk het zwembad. Dit is het huisje van Wouter. Dit is ook weer een mod farm. Wat ik dus net liet zien, hè. Met die achtbaan. Dus ja, het schiet al aardig op. Ons wereldje wordt steeds groter. Alleen we willen uiteindelijk natuurlijk een heel mooi groot wereldje hebben. Dus daarom gaan we in de volgende aflevering gaan we weer een keertje bouwen. Want ja, we hebben bijna niet gebouwd. Eigenlijk niet, zeg maar. Want dat is alleen maar achter de schermen gebeurd. Op dit na dan. Maar het meeste is achter de schermen gebeurd. En nu wil ik dus een gebouw gaan maken met jullie samen. Dus laat me even weten wat voor gebouw jullie zouden willen zien in deze survival. En dan zeg ik, bedankt voor het kijken. Vond je het nou een leuke aflevering? Doe dan eventjes dat duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren op mijn YouTube kanaal als je dat nog niet gedaan hebt. En dan zeg ik, zoals altijd, laters.